Yo, Gian hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2020 My Team Career Mode voor aflevering nummer 62 hier in Italië. Heb jij de vorige aflevering in België gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat was weer een goede wedstrijd van ons. Ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van me mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. En dan gaan we gewoon lekker door met de kwalificatie voor de grote prijs van Italië. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de kwalificatie Q1 dus. En ik verwacht daar gewoon door te kunnen komen naar Q2. De auto is gewoon dominant. Het hele seizoen al dominant. En ik verwacht ook dat George Russell naast mij staat op de startgrid. Eerste twee bochten nemen we goed. Op naar Parabolica en start-finish. En dan verwacht ik gewoon een P1 in Q1. En ja hoor, een 1.16.7. Dat is goed gedaan. Ik denk dat George Russell zometeen op P2 komt, terwijl we Charles Leclerc voorbij laten gaan. Die staat nu op P2. We laten ook Kimi Raikkonen er voorbij. Q2 dan. En normaal gesproken zou ik op de mediumband mijn tijd gaan rijden. Maar ik doe dat nu op de softband, omdat, terwijl we daar een track limits waarschuwing krijgen, omdat Italië een bloedsnel circuit is en ik denk dat we die tijd alleen maar kunnen goedmaken door lekker op de softbanden te beginnen en dan de race op mediumbanden weer uit te rijden. Dan Stroll is een 1.19.099 neer. De snelste tijd tot nu toe. We hebben volgens mij slipstream... Ik heb voordeel gegeven aan iemand. Dat heeft volgens mij, Pierre Gasly. Maar wij zetten een mooie P1 neer. Het is Danny Kvyat geworden. Niet Pierre Gasly, maar Danny Kvyat. Ik ben even in de war vandaag. Dat geeft helemaal niks. Iedereen kan zo'n dag hebben. Maar goed, Q3. En je ziet daar rechts onderin wat geels. Een component is wat beschadigd geraakt. Dus die gaan wij sowieso vervangen. Dat mag, want... Die component mag je dus blijkbaar gewoon vervangen in de wedstrijd. Ik dacht dat Park van Meeregels aanstonden, maar dat mag dus schijnbaar. Dus dat is goed om te zien. Paars in sector 1. Heel erg snel. We krijgen ook nog slipstream van Lando Norris. En wij noteren een mooie 1.15.6. Mede dankzij Lando Norris. De uitslag van de kwalificatie. Wij pakken de pole position op ruim 1,5 seconde voorsprong van George Russell. Max Verstappen naar P3. En Lewis Hamilton stelt teleur. P9. Top 6 gewoon allemaal op één compound gedaan. Dus ja, we gaan ervoor voor de grote prijs van Italië voor carrière aflevering 62. Welcome back to one of only two countries that has held a race every year since the very first Formula One World Championship in 1950. It is of course Italy, one of the great racing nations, and it's time to get underway for the Italian Grand Prix. We're 12 miles northeast of Milan for today's Grand Prix at a Monza circuit where we can expect top speeds of around 215 miles per hour. 11 corners on this 3.6 mile track, with 7 of those coming in the form of chicanes. And with a good slipstream and DRS open, there should be plenty of opportunity for some passing here today. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. They've got a really good lead in the championship going into this weekend, so it feels to me that they've got one hand on the trophy. Let's not get too ahead of ourselves, Crofty. Yes, it looks like a big lead, but all it takes is a locked brake into turn one, a sticky wheel nut in the pit stop, and that could all get turned on its head.
you can never discount one more sting in the tail. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and starting next to them is George Russell. Looking down the rest of the grid, we have Verstappen, Sainz, Lando Norris, and Albon, Gasly, Hamilton, Ocon, and Lance Stroll, Magnussen, Kvyat, Sebastian Vettel, and Perez. Leclerc, they've taken a grid penalty. Latifi, Louis Delatraz, and Nobuharu Matsushita, Giovinazzi, De Vries, Grosjean, and Callum Island. Now, it's almost time for lights out, so let's go down to the Suppliers Home Grand Prix. Let's give them a race worth watching. Ferrari is dus de thuiswedstrijd van onze motoren namelijk, dus we moeten er iets spannends gaan maken. Soft medium is de strategie, een eenstopper. Geen regen verwacht, dus dat is alleen maar goed. En dan gaan we gewoon beginnen voor carrière aflevering 62 van F1 2020. My Team Career Mode. We hebben mezelf op pole position naast een George Russell. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Beter weg dan George Russell. Zit wel in mijn slipstream. Kan hier misschien aanvallen. Doet hij dat ook? Dat doet hij ook. Hij remt diep, maar dat lukt niet. Gelukkig maar. Het is daar geel in de eerste bocht. Dat komt vanwege de drukte. Carlos Sainz naar P3, Verstappen naar P4. Rijdt op die medium band en we hebben de start dus overleefd. Russell dus naar P2. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. En we zetten de snelste race ronde neer met een 1:19.0. Die hebben we op dit moment in handen dus. Gat naar Russell bedraagt 2,8 seconden. Carlos Sainz heeft een achterstand van 6,7 seconden. Dat komt omdat de McLaren langer niet genoeg is dan ons. Ja, ons team, onze auto, wij zijn gewoon vele malen beter dan McLaren in de Research and Development Progress. Er zijn nog 22 ronden te gaan. En Russell heeft een achterstand van 3 seconden, dat is nu ronde nummer 12 geworden. En hij heeft dus nu een achterstand van 9,2 seconden. Norris heeft al een achterstand van 25 seconden. Russell en ik rijden gewoon weg van de rest van het veld. En de pitwindow is open om naar die medium band te gaan. Dan is de vraag, gaan wij ook aan die strategie houden? Russell is in ieder geval binnen. Gaat voor een undercut op ons. Dan is de vraag waar Russell terug gaat komen. Stappen in ieder geval naar P3, want Norris is binnen, Ocon is binnen. En wij blijven dus gewoon buiten. In ronde nummer 13 duiken wij naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan naar de medium compound. Verstappen naar P2, Russell naar P3, maar Max moet nog een keer stoppen. Dus dat is gunstig voor Russell. Als hij er nou gewoon voorbij kan rijden, dan, ja, dan heeft hij gewoon een pitstop eigenlijk gratis gekregen. 1,9 seconden is de pitstop. Dat is mokertjes snel. Dat is heel snel. De snelste volgens mij tot nu toe, als ik dat goed zeg. Dat hebben we heel goed gedaan. En we komen gewoon weer terug als leider de baan op. En we zitten op de helft van de grote prijs. Het schiet al aardig op. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. Verstappen is naar binnen geweest en wij zetten de snelste raceronde neer met een 1:18.9. 99.000 sneller dan onze vorige beste tijd. En we krijgen al een haas in zicht, want die krijgt zometeen de blauwe vlaggen van ons. Klein beetje doorgeschoten, maar dat is niet zo erg. Weer de snelste raceronde met een 1:18.9. 58.000 sneller dan onze vorige beste tijd in ronde nummer 18. Dus het schiet al aardig op. In diezelfde ronde krijgen we Romain Grosjean volgens mij. Die op een ronde wordt gezet door ons. Hij krijgt de blauwe vlaggen. En hij helpt hier ons gewoon met een slipstream. Dat is alleen maar goed om te zien. De samenwerking met Ferrari en Haas is dus alleen maar nauwer geworden.
We zetten weer de snelste race onder neer met een 1.18.8. 42.000ste duiken wij eronder. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Als daar de volgende haas op een ronde wordt gezet, dat is Callum Islet. En hij laat ons hier mooi voorbij. Verstappen is naar die softbanden gegaan. Gaat misschien een gooi doen naar de snelste raceronde. Want winnen kan hij sowieso niet. Want die achterstand bedraagt gewoon 40,6 seconden. Verstappen heeft wel Lando Norris te grazen genomen. Dus fijn voor Verstappen. Hij heeft dus ook Carlos Sainz te grazen genomen. Maar die achterstand bedraagt te groot. We zetten weer de snelste raceronde neer met een 1.18.4. Dit keer is het 0,3 sneller. En we zitten in ronde nummer 24 van de wedstrijd. We schieten wel een klein beetje door, maar krijgen geen track limits waarschuwing, omdat wij de auto net genoeg hebben afgeremd. We zitten in de ene laatste ronde van de wedstrijd. Als we weer een blauwe vlag krijgen, Matsushita wordt op een ronde gezet. En daarvoor rijdt volgens mij Nick de Vries. Rood in sector 1, 17e langzamer, maar het is geen probleem. Alles van de motor is nog heel gebleven, gelukkig. Einde van ronde nummer 26 en Nick de Vries krijgt een blauwe vlag van ons. Gaat er nog niet voorbij. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. We hebben hier DRS. We gooien onze overtakeknop aan. 363 km per uur tikken wij aan. En Nick de Vries is ook op een ronde gezet. Dan is het nu gewoon de wedstrijd uitrijden. Proberen nog dat snelste raceronde punt te pakken. En misschien dat snelste raceronde gewoon nog te verbeteren. We zetten wel rood in sector 1 neer. 0,2 langzamer, maar het is geen probleem. Nu nog sector 2 en 3, kijken of dat misschien groen wordt of paars. Dat betekent dat we dan de snelste raceronde gaan verbeteren. We schieten een klein beetje door, missen daar de apex in Lesmo 1. Sorry, in Lesmo 2 was dat. Weer rood in sector 1, 19e langzaam. We krijgen een track limit waarschuwing, maar dat is niet zo erg. Nog alleen maar parabolica afronden en dan winnen we alweer een grote prijs in seizoen 5. Dat is volgens mij een record aantal overwinningen wat we in het seizoen hebben binnengehaald. Ja, tot nu toe bij van de eerste seizoenshelft dan. Een prima wedstrijd in Italië. En dan gaan ze opmaken voor de grote prijs van Rusland. There it is then, victory in the Italian Grand Prix. An historic race and an achievement they can be immensely proud of. Anthony, tell me, what was it that helped them achieve this success? I think that smart tyre management on track and very smooth driving definitely assisted in their victory today. That combination meant they got the absolute maximum out of their tyres at all times. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Maar goed, hier bij dan dus de raceuitslag. Wij winnen dus de wedstrijd, pakken ook de snelste racepunt. Russell naar P2, Verstappen naar P3, Sainz naar 4, Norris 5, Hamilton 6, Gasly 7, Leclerc 8, Ocon 9 en Albon op P10. Ik weet niet wie Driver of the Day krijgt. Ik denk Charles Leclerc.
Meanwhile, a strong weekend from Red Bull this time out, and they improve their position in the championship. Weer een prima uitslag voor het team. 44 punten in totaal gepakt. Weer de volle buit, dus dat is alleen maar goed om te zien. En 6 punten verschil naar George Russell. Max Verstappen klimt richting George. Dus daar moet Russell wat aan gaan doen. En 250 punten verschil naar Mercedes. McLaren pakt Alfa Tauri voor P3 in het klassement. 1 uitvaller Lance Stroll en de rest volgens mij van het achterveld op een ronde gezet. Maar goed, deze video zit er alweer op mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt. Heb jij genoten? Beloon het dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike hem dan en vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Volg me ook even op sociale media met gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was het journal mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Career Mode. Ga verder in Rusland.